In het gezin Marcelissen uit Oosterwijk hebben 3 leden de spierziekte myotone dystrofie. De ziekte is nog vrij onbekend en de impact is groot. Een medicijn is er nog niet en daar is nu alle hoop op gevestigd. Nou staat het bekend als spierziekte, maar het is eigenlijk veel meer dan een spierziekte. Het is een multisysteemziekte, waarmee ik bedoel dat er veel verschillende organen aangedaan kunnen zijn. Het kan het hart zijn, de longen, maag-darmstelsel, ogen, brein. Door de verschillende soorten klachten wordt de ziekte vaak niet meteen herkend. Zo had Nicole Marcelissen al jarenlang vage klachten. Na 14 jaar bij de huisarts te hebben gelopen, vervolgens doorgestuurd naar Nijmegen. En daar heeft de neuroloog mij bekeken. En ik kon eigenlijk al bij het binnenlopen zeggen dat ik myotone dystrofie heb. En die diagnose wil zeggen, je wordt niet zo oud en je kunt het doorgeven aan je kinderen. Oudste zoon Rick heeft het niet, Britt en Thijs wel. Thijs kan moeilijk praten, hij heeft een spraakcomputer. Ja, en als je dan op de test hoort, dan spreekt hij uit. Hoi. Denk je nou, had ik dat maar eerder geweten? Alleen toen we bezig waren met dat we graag nog een derde kindje wilden. En als ik het toen had geweten, was Thijs op een andere manier geboren. Want ze kunnen uiteindelijk via IVF kunnen ze heel veel bewerkstelligen dat je gewoon een gezond kind krijgt. De zorg voor moeder en de 2 kinderen rust vooral op man Ruud. En ook de oudste zoon Rick en zijn vriendin helpen mee. Het aansluiten van de beademing, het ontkoppelen van de beademing. Ze kunnen best wel wat zelf, maar ze hebben overal wel ondersteuning bij nodig. En dit wordt niet beter? Nee, het wordt niet beter. Is het rot dat je ziek bent? Nou, ik merk er wel veel van. Ik moet zoveel gaan eten. Maar ik zat altijd in de zondag en ik denk er niet aan. Maar het gaat langzaam achteruit. Ja. Ja, dat weet je. Het wordt niet beter, het wordt minder. Ja, dat klopt. Ja. Zolang er meer medicijn is, dan wordt het alleen maar slechter. Er zijn ook al wel medicijnen op de markt die in onderzoeksfases zitten. Dus daar hoop ik eigenlijk nog gebruik van te kunnen maken. Ja. Maar is het dan niet voor mij, dan graag voor de kinderen. Hoop houden ze. En intussen probeert de familie niet bij de pakken neer te zitten. Ze maken uitstapjes en genieten van het leven. Het heeft zo weinig nut om sip op de bank te zitten. De situatie is wat die is.